Even maar zo positief wel, nieuws vandaag. En ik ben hier bij de buren. En die buren, dat zijn best wel hele lieve, aardige mensen. Alleen, er is één nadeel, als je het over nadeel kan zeggen. Mijn buurman is wat minder knap als ik. Kan hij ook niks aan doen. Daarnaast heeft hij vandaag een behoorlijke behandeling gaat bij de tandarts. En hij drinkt nu een biertje, dat kun je zo nu zien, een biertje hij drinkt het wel, maar heb ik eigenlijk alles mee gezegd. Maar dit is ook een beetje, hey Dennis, verkeer je me vertellen wat jouw favoriete biertje is? Ik heb er nog nooit van gehoord. Chinee Brun. Nou, je gelooft het niet, als je heel Europa echt op een kruistocht bent, dan is dat biertje van hem, dat is gewoon niet te vinden. Nou, in Frankrijk verkopen ze het gewoon bij de Spar. Ja, hier in Frankrijk, ja, dat kun je nagaan, moet je helemaal naar Frankrijk toe. Helemaal naar Frankrijk. In België. Iets dichterbij, een half uurtje eerder. In België kun je dat biertje van hem, ik zal het laten zien hier. Dit biertje. Kijk, dit biertje. Dat is het. Dat biertje, dat kan je dus overal niet kopen. Een andere batterij. Om het zo te zeggen, dit biertje. En ik probeer hem af en toe voor hem een beetje te helpen om zo'n biertje te vinden. Nou, je gelooft het niet, ik kan het gewoon niet vinden. En op internet is het ook bijna niet te doen. Dit biertje, dat is gewoon een. Ik hou er zelf niet zo van. Maar ik drink liever mijn eigen biertje, dus dit biertje. Westmalle triple. Ik hou meer van triple biertjes. Niet van gewone biertjes. Dat weet je. Ja, voor iedereen moet het helemaal zelf weten. Maar het is een biertje wat een beetje te water geeft. Noem maar op. Maar dit biertje, dit is gewoon een heerlijk biertje. Maar dat vind ik persoonlijk. Dat hoef jij niet te vinden. Maar ik vind het gewoon heel erg lekker. Maar buurman, dat biertje van jou, dat wil ik wel een keertje voor je kopen, maar ik kan het gewoon nergens vinden. Als je nou gewoon even naar Antwerpen rijdt, dan haal je daar gewoon eens bij. Ah joh. Dit biertje. Naar Lommel. Dit biertje, dit. Ja? Ga maar sopje. Ja, dat is gewoon niet te vinden. Geef hier dat glas. Hier, denk jij maar lekker op. Ja, hier is een flesje. Hier is een flesje, kijk, ik zal het flesje ook al laten zien hier. Dit flesje. Ja? Dat is gewoon niet te vinden. Wil je ook tegen die mensen waar je nou tegen zit te lullen, wil je daar ook tegen zeggen dat je niet goed bij je hoofd bent? Ja, hoor je dat? Mijn buurman zegt dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Dat zegt hij niet alleen. Ja, dat zegt hij. Dat ben ik ook. Dat weet ik ook nog. Maar ik ben een beetje prettig gestoord. Maar het is, ja, weet je wat het is? Het is vaak vooral op een donderdagmiddag gevoel, misschien ook een maandagmiddag gevoel. En de rest van de week een gevoel van dat het helemaal nergens over hoeft te gaan. Het gaat ook helemaal nergens over. Nogmaals, ik ben knapper als mijn buurman, maar ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Op elk potje past een deksel, hè? Zeggen ze altijd. Dennis, of niet? Nee. Ja, weet hij niet. In ieder geval, de groeten hier van Marcel Positief van Nieuws Vandaag. En mijn buurman en ik drinken een lekker biertje. Moet ik niet te vaak doen, maar aan de andere kant is toch ook wel weer lekker. En tot de volgende keer. En blijf me volgen, Marcel Positief van Nieuws Vandaag. Nieuws Today, inmiddels 1000 abonnees en 26.000 weergaves van mijn filmpjes. Ik ben er heel erg trots op en blijf me volgen. En tot de volgende keer en pluk de dag. Joh, je hebt recht op een leven. Recht op een heerlijk leven met een lekker biertje of een ander drankje. Mag ook. Tot de ziens en bye bye.